Hier aan de Middellandse Zee in Zuid-Frankrijk is een moerasgebied dat bestaat uit de hele Rhône-delta. Uitgestrekte landschappen van kanalen en waterpartijen. Een eindeloze vlakte die baat in het zonlicht en wordt gestreeld door de mistral. Dit is het Rijk van de Camargue. De typische Camargue-paarden en ook de stieren hebben hier al de ruimte. Het is ook een broed- en rustplaats voor meer dan 400 verschillende soorten vogels. Met zeldzame vogels, waaronder de bonelli, de gouden adelaar en waarvan de roze flamingo's wellicht de meest spectaculaire zijn. In het landschap vinden we een groot zoutwinningsgebied. Wanneer een plas opdroogt, dan ziet de grond wit van het zout. Bergen wit zout rijzen uit boven het roze water en reiken tot aan de lucht. Hier produceren de zoutwerkers het bekende zeezout Sel de Camargue. Het kloppend hart van de Camargue is Les Saintes-Maries de la Mer, met prachtige jachthaven gelegen aan de Middellandse Zee. Het is een bekende toeristische trekpleister en bedevaartplaats van zigeuners. Hier kan je genieten op een van de vele terrasjes. Of een wandeling maken door de geplaveide, smalle straatjes in de voetsporen van de pelgrims. Het dorp werd gebouwd tussen hemel en zee, in de schaduw van de Romaanse klokkentoren. De plaats van de kerk is een belangrijke strategische positie. Ze diende vroeger als een toevluchtsoord voor de bevolking. Ze domineert het dorp en is meer een fort dan een kerk. Op het dak bevindt zich een borstwering met kantelen. Kantelen die dienden als een uitkijktoren om zich te verdedigen tegen een invasie van piraten. Door de duisternis, de wierooklucht en de nog levendige legende van Saint-Sara raken bezoekers hier in de ban van de unieke atmosfeer. In de crypte van de kerk zien we het beeld van de Saint-Sara, of de Zwarte Sara, de patroonheilige van de zigeuners. Tot op heden is het standbeeld van Saint-Sara een essentieel onderdeel van het erfgoed van de zigeuners. Roma, Manouche, Gypsy en zigeuners komen uit heel Europa om op 24 mei hun heilige Sarah Black te vereren. De bedevaart is ook een gelegenheid van hereniging en de meeste kinderen worden gedoopt in de kerk van Sainte-Marie. Rond 11 uur is de arrivado. Dan brengen de gardiens te paard in gesloten formatie de stieren naar de arena. Dit is de start van de course Camarguaise. Ze vinden plaats enkel in het zuidoosten van Frankrijk. Het is een folkloristisch feest in en rond de arena. De plaatselijke bevolking, getooid in traditionele klederdracht, verzamelt zich voor de arena voor het feest.
Kurs Camargaise kan genieten van ruime belangstelling en wordt bezocht door veel buitenlandse toeristen. Typische muziek en dans brengen de mensen van Sainte-Marie de la Mer de folklore van vroeger terug tot leven. We krijgen een spektakel met stieren te zien, waarbij de stieren niet worden gedood. Gedurende 20 minuten strijden de mannen tegen elkaar. Door lapjes stof van de horens van een stier af te snijden, kunnen ze met dit behendigheidsspel prijzengeld verdienen. Het is een kwestie van vlug en lenig te zijn om een confrontatie met de stier te vermijden. Vaak springen de stieren mee tot over de houten omheining, tot groot vermaak van de toeschouwers. Tijdens deze spelen worden er andere stieren gebruikt dan tijdens Spaanse stierengevechten. Ze zijn kleiner en zijn gefokt hier in de omgeving en zijn bekend onder de naam aficionados of liefhebbers. Is that a good one?